Maddy's Mode, Albrechtloon 56B. Met een gratis parking van de dag. Dat is door Just Nevest en Aldi. Het is 053 750 676. Maddy's Mode. We staan bij ons met Wilfried Smesman, de duber, de trekker van de Damiaanactie. En de dubbeltentoonstelling, mogen we eigenlijk zeggen, hier in onze Lieve Vrouwkerk in Ninove. Ze is gestart op 20 januari en ze loopt nog tot 5 februari. Hoe is het eigenlijk al geweest, Wilfried? Wel, ik moet zeggen, in het begin dachten we, is dat nu nog de moeite om dat nog een keer opnieuw te doen met die panelen van meer dan 20 jaar geleden. Ja. Maar als we nu de belangstelling zien van de mensen, op zondag was dat hier echt een mooie bezoek van heel veel mensen van Ninove, maar ook zelfs van buiten Ninove. En dan vooral de school, dat is ongelooflijk. Ik denk dat we gisteren aan 40 klassen zaten, maar het zijn er hier vandaag weer al een 7-8 klassen gepasseerd. Dus dat vind ik wel, dat de jeugd daar kennis mee neemt. Dat alleen zou ons moeten tevreden stellen en zeggen, kijk, het is de moeite waard geweest om dat toch nog een keer te doen. Hè. Enig idee van waar die interesse blijft komen, ook bij onze kinderen, dat de juffen en de leraren die kinderen kunnen blijven warm maken om naar hier te komen? Ja, eigenlijk kun je dat afvragen. Wat zit daarachter? Als ik van de morgen hier jonge gasten zie rondlopen, die dan nadien bij mij komen zeggen, meneer, wij mogen toch fier zijn, dat Ninove, maar België, zo'n belangrijke mensen gelijk Damiaan en dokter Imrecht gekend hebben, dat mensen van ons land zijn, daar mogen we toch fier op zijn. Een klein landje als België mag fier zijn om zo'n mensen te hebben als pater Damiaan en dokter Imrecht, leerling van het Go Ninove. En mevrouw, wat vindt u er zelf van hier van de tentoonstelling? Dat is een prachtige tentoonstelling. Echt op maat van de kinderen, zeer gedocumenteerd, met voorwerpen nog uit de tijd van Frans Hemerijk zelf. Ik vind het echt super. Ja. En de leerlingen die erbij zijn, ze vinden het zelf ook nog boeiend bij? Ja, tuurlijk. Ja, ja, ze lezen en ze filteren een beetje wat dat zij dan per se interessant vinden. Ja, ja, ze vinden dat tof. Ja. Gaat er nu nog iets mee gebeuren in de klas? We hebben al een voorbereidende les gehad en daarachter gaat er inderdaad nog een opdracht volgen. Ja. Ik vind het een heel mooie actie. Ik vind dat alles wel mooi opengesteld staat en dat er echt goede informatie en veel informatie is. Ja. Wat is u eigenlijk bijgebleven op deze tentoonstelling? Is dat u boeit toch? Ik vind het heel boeiend om te zien wat meneer Damiaan eigenlijk gedaan heeft in Malakai. Dat is wel inspirerend om te zien wat hij eigenlijk gedaan heeft voor die mensen en wat symbool hij opstaat. Hebben jullie daar ook les over gekregen in de klas? Ja, daar juist voor de middag hebben we een uurtje les gekregen over pater Damiaan. En wat is daar zo over verteld in de klas? Zo hoe hij het allemaal heeft gedaan, zo wat hij allemaal heeft gedaan in Molokai en hoe dat het de mensen heeft geholpen. Ja. Gaan daar toetsen van komen van zoiets? Ik denk eerder taken. Het moet belangrijk zijn, want in de klassen, de leerlingen gaan ook taken krijgen, heb ik gehoord, hè, daarnet. Ja, ik vind het formidabel. Er zijn gasten die nu beginnen vragen, jongen, geef ons stiften, we gaan op straat, we gaan verkopen enzovoort. Terwijl dat de Damiaanactie nu eigenlijk een beetje, ja, door de perikel die daar ook in Brussel ontstaan zijn. En het is goed dat daar kritiek op is en dat de echte waarde van waar dat het om gaat. Dat zijn de mensen ter plekke die je moet echt helpen en dat er geen geld moet verloren gaan. Integendeel, dat we het goed moeten besteden. Dat is ook een reden waarom dat we dit hier wel een keer mogen tonen aan de Damiaanactie. De grondleggers Damiaan en dokter Imrecht, die de naam Damiaan op de kaart gezet heeft, dat die mensen ook in ere worden hersteld. En ik ben heel blij dat de jeugd dat ook onderschrijft. Hè. Dus hier zie je een heel mooie waardering voor dokter Imrecht. In 1968, het jaar voor hij overleden is, krijgt hij postuum de award Dutton. Dutton was een Amerikaan, was een veteraan in de oorlog, de burgeroorlog in Amerika geweest. Die man is eigenlijk de opvolger geweest van pater Damiaan op Molokai. En die schreef vanuit Molokai naar president Roosevelt. Je weet wel, die polio had en die in de oorlog met zijn in een rolstoel moest rondgevoerd worden. Die was zo onder de indruk van de geschriften die hij in Dutton deed over Molokai. En weet je wat Roosevelt zei?
Hij beveelde aan de Royal Navy, als ze met een boot voorbijvaren, dat ze de vlaggen zouden gestreken hebben als eerbetoon aan het werk van Damiaan op Molokai. Rita, kan je ons iets meer vertellen van die logo's die achter u staan? Dat zijn de 17 logo's van de 17 doelstellingen, globale doelstellingen van de Verenigde Naties. Het is zo, vroeger bestonden er ontwikkelingsdoelen en men dacht van die doelen te bereiken tegen 2015. Men is daar niet in gelukt. We weten allemaal dat er overal ter wereld nog veel armoede is, dat er nog gebrek is aan onderwijs, dat er nog zoveel andere noden zijn. De Verenigde Naties die hebben gezegd in 2017, we gaan dat klein aantal doelstellingen van 15 die we niet bereikt hebben, we gaan die uitbreiden. En we gaan die uitbreiden naar 17 doelstellingen. Je kan ze allemaal lezen. Dat gaat van armoede uitsluiten, onderwijs voor iedereen, genderdiversiteit beperken, zuiver water voor iedereen. Het zijn 15 doelstellingen die we willen bereiken om het welzijn van de mensen te verbeteren. En de twee laatste doelstellingen die gaan over vrede en over partnerschap. Twee voorwaarden om die andere 15 doelstellingen te kunnen bereiken. Namelijk, als er vrede is, dan kan je makkelijker naar partnerschap overgaan en dan kan je samen zorgen om die 15 andere doelstellingen te bereiken. Wat is nu de bedoeling? Die 17 doelstellingen die zouden tegen 2030 moeten geïmplementeerd zijn in alle beleidsplannen, ook in ons NINOS beleidsplan. En vanuit de GROS, de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, hier in Nienhoven, hebben we daarvoor gepleit. En naar aanleiding van deze tentoonstelling is een banner gemaakt die we hier nu kunnen plaatsen, zodanig dat die doelstellingen toch een klein beetje naar de bevolking komen. Want veel mensen hebben er mogelijk nog niet van gehoord.